Morning, yoga teacher training, dag 14. Oké, change of plans. Ik zat in de meditatie. Good morning. Maar ik ga nu toch weer terug naar mijn kamer, want ik voel me gewoon echt niet goed. Ik heb geen koorts of zo, maar ik voel me gewoon niet goed. Ik zei van ja, kan ik even gewoon rusten vanochtend, zodat ik vanmiddag mee kan doen. Ze zei ja, prima, doe maar gewoon wat goed voor je is. En zei ze ja. Je moet niet zoveel nadenken, want je maakt je lichaam ziek en bla bla. En ik dacht echt zo, ik keek me zo aan van ja, waarschijnlijk heb je gelijk, maar oprecht, op dit moment heb ik er gewoon geen boodschap aan. Gisteravond was dus ook mijn lip helemaal opgezwollen hier zo. Alsof ik een gigantische blaar had. Echt een beetje Kylie Jenner gone wrong of zo lippen. Ik dacht nog, zal ik het filmen, maar ik voel me daar absoluut niet comfortabel bij. Het was echt helemaal van hier tot hier helemaal opgezwollen en een beetje zeg maar... helemaal bleek. Het was geen koortslip of zo, want je ziet het is nu weg. Maar ik voel nog wel heel gevoelig hier zo van de zwelling. Ik heb echt geen idee wat er met me aan de hand is. Ja, het kan inderdaad zijn dat mijn gedachten mij helemaal ziek maken. Maar van je gedachten ren je volgens mij niet helemaal naar het toilet. Oké, ik ga even ophouden met vies falen. Ik ga even rusten. Wacht, nee. Ik ga nu eerst even mijn nagels afknippen. Want als je de hele tijd met je handen eet, zijn lange nagels gewoon absoluut niet hygiënisch. Dit zijn oral rehydration salts. Dat zorgt ervoor dat water veel beter door je maagwand wordt opgenomen. Als ik één ding moet noemen wat absoluut niet in je EHBO-kit mag ontbreken, dan is het dit ORS. Ik heb dit zo vaak gebruikt nu ondertussen. Gaat die dan? Zo, dus dat doe je gewoon in water. Moet wel een goede dosering nemen hoor. Maar dit is wel ongeveer 200 ml wat ik er nu in heb. Dan schudden. Deze smaakt trouwens heel lekker. En dan wordt het water beter opgenomen door je lichaam. Nou, ik heb goed kunnen slapen. Ik ga nu even terug voor het ontbijt. Ik denk oprecht dat ik vanmiddag ook misschien niet eens mee ga doen. Ik voel me zo ontiegelijk moe en zwak gewoon. Ja, nou, we gaan het straks wel zien. Ik ga weer terug naar bed. Saadje was me dus een beetje, gewoon een beetje rottig aan het doen. Maar het is een act hoor. Ik heb hem nu ondertussen wel door. Want, kijk, mijn lesje was... dat ik het rustiger aan moest doen. En als ik nu zeg maar door zou zetten, terwijl ik me echt niet lekker voel of whatever, dan, dan doe ik mezelf gewoon tekort. En hij was allemaal dingen aan het kletsen van, je moet gewoon leren, er is geen lichaam, bla bla bla. En als je geen lichaam hebt, dan hoef je hier ook niet te komen eten, bla bla. En ik dacht echt van, je probeert me weer van streek te maken. Dat betekent juist dat ik goed bezig ben, lekker boeien. Dus ik ga gewoon rustig aan doen. Ik weet niet of ik naar de middagsessie ga. Maar dat zie ik ook wel voor anderhalf uur of zo. Lol, dit is echt geen grap. Saadje loopt net langs en ik hoor hem echt zo praten. Nothing there, bla bla bla. Niks is waar. Volgens mij, weet je wat de tactiek is? Gewoon zoveel mogelijk onzin uitkramen. En dan, zodat je op een gegeven moment gewoon denkt van niks is waar. En op die manier een soort van de waarheid gaat zien. Oké, de wereld bestaat niet, bla bla bla. En we zien alles maar hoe wij het willen zien. Ken je het filmpje nog van Sacha Baron Cohen? Dat hij bij een fashion show is en als een fashion reporter. En echt gewoon allemaal compleet tegenovergestelde dingen gaat zeggen. En dat een fashion designer daar maar mee instemt. Ja, het zal wel waar zijn. Dat gevoel heb ik echt een beetje van... Ja, de ene keer zegt hij echt van, rood is echt vet, het is echt mooi, bla bla. En dan kom je naar beneden en dan is het echt zo van, rood? Waar heb je het over? Rood bestaat niet. Het klopt allemaal niet, bla bla. De hele tijd van dat soort dingen. Dus dan heb ik zoiets van, whatever. En nog meer ORS. Ah, vet lief, Saadje kwam net checken of alles wel goed ging, zie je. Het is gewoon allemaal een test. Hij zei van, wat is er precies aan de hand? Zit je wel lekker in je vel? Zei ik, nee, maar ik moet, weet je, als je niet van vieze verhalen houdt, dan moet je nu gewoon even ophouden met kijken. Maar ik zit echt gewoon, om het half uur zit ik naar de wc te rennen. En ik zeg, dan ga ik daar gewoon niet zitten. En proberen te mediteren of een houding te doen. Als dat, als dat gewoon niet gaat. Weet je wel, toen zei hij, nee. Je moet ook vooral rustig gaan doen. Daar zijn we ook gewoon van. Bla bla. Ik wil dit met checken. En als het te veel is, dan moet je ook zo'n blokker nemen. Bla bla. Zeg ik, maar dat in de eerste instantie is dat helemaal niet goed. Want als er een bacterie in je lichaam zit,
zeg maar, dat het er zo vaak uitkomt, is een manier van je lichaam om zichzelf te reinigen. Dus als je dat op een gegeven moment onnatuurlijk gaat stoppen, dan word je juist alleen maar ziek en dan blijft de bacterie in je lichaam. Dus ik ga straks wel gewoon avondeten en zo, maar wel lief. Ik wil wel even checken. Trouwens, vet grappig, weet je hoe ze in India dat noemen wanneer je de hele tijd naar de wc rijdt? Loose motions. Ik vind dat zo grappig. Ja, best wel een perfect plekje om een dutje te nemen. Ah, oh, zo zielig. Die man is dus blijkbaar, weet ik veel, een alcoholic of zo. Het zag er wel uit alsof hij dronken was. En Terren, die was voor de poort aan het spelen, die zei, please go, he will chase you and beat you. Dus ik zo, oké, maar dan moet jij dus nu ook naar binnen. Niet hier rondhangen. En hij ging dus ook naar binnen. Crazy hoor, om dit te zien. Dit is ons avondeten, rijst, kool. Pannenkoekjes. Ah, oh, zo zielig. Die man die op de straat lag, die lag in de bosjes toen ik terugkwam. En Saji die vertelde dus dat het een superarme man is en alcoholist. En ja, gewoon iemand die gewoon een moeilijk leven heeft. Dus ik zag die man liggen. Ik dacht, nou, je kan vast wel wat water gebruiken. Ik heb de rest van mijn water daar neergelegd. Ik dacht, heb ik in ieder geval maar iets gedaan. Trouwens, wat betreft geluk en dat geluk je uit balans brengt. Weet je wat het is? Het is niet dat je niet gelukkig mag zijn. Het is dat je zoekt naar een vorm van vrede. Heb je wel eens meegemaakt dat je op een zondag wakker werd, gewoon in je warme bedje, de zon scheen en je was niet ultra gelukkig, maar gewoon tevreden. En dat is het gevoel waar je eigenlijk naar zoekt. Het, zeg maar, het midden tussen verdriet en woede en bla 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 en ultiem geluk. Want dat ultieme geluk, dat kost ook gewoon heel veel energie. Je gaat allemaal hormonen aanmaken, je lichaam is helemaal uit balans. Dus je bent eigenlijk op zoek naar balans en tevredenheid, wat je gewoon rust geeft en die eindeloze stroom aan gedachten laat ophouden. Dat is waar je naar streeft. Morgen weer een nieuwe dag vol met yoga, hopelijk. Yo, het onweer hier is echt great. Dankjewel voor het kijken, vergeet je niet te abonneren, wel rusten en tot morgen.